Welkom bij een nieuw Jupiler League weekoverzicht. Ja, waarin we de afgelopen speelronde in de mooiste competitie van Europa gaan bespreken. En zoals elke week met een gast. En deze week is dat, ja, Wietse van der Goot. Ja, leuk dat ik er ben. Ja, leuk dat je er bent. Ja. Ja, heb jij een introductie nodig, vind je zelf? Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, nou ja. Die mensen hebben geen idee. Pak de camera. Ik ben Wietse van der Goot. Ik presenteer de samenvattingen van de Jupiler League. Ja. Onder andere. Ja, de eerste club waar we het even over moeten hebben, FC Emmen. Want ja, laatste weken gaat er al wat meer over. Ja, leuk man. Ze zijn natuurlijk opgestoomd. Maar goed, afgelopen vrijdag tegen de Graafschap. Nou, ik denk dat wordt een 2-1'tje, een 2-2'tje. Weet je, weinig doelpunten, maar het werd maar liefst 5-2. Het was fantastisch. Ik vond dat was met afstand de leukste wedstrijd van de speelronde. Een reclame voor de competitie? Zeker, mooie goals. Ook die twee goals van de Graafschap waren mooi. Tarek Tissoudali is natuurlijk in JLWO geweest. Een tijdje ging het er al een tijdje over. Goed koppeltje met Diemers natuurlijk. En hier een lekker goaltje. Dus prima. Dat is wel echt een aanwinst voor de Graafschap. Ja, zeker. Maar ik vind het sowieso wel vreemd dat hij op hoger niveau niet meteen uit de startblokken schoot, zeg maar. Nee. Het is duidelijk dat hij de Jupiler League is eigenlijk voor hem gewoon net een treetje te laag. Ja, maar wat zou dan wel? Want je zag bij VVV, daar zat hij natuurlijk een beetje met die posities en met de trainer. Maar wat zou nou zeg maar zijn niveau zijn als Max? Ja, misschien moet de club als Excelsior of zo een keer even kijken of dat is. En in deze wedstrijd was natuurlijk Alexander Banning met 2 doelpunten van grote waarde voor hem. Sowieso de laatste weken. Heeft natuurlijk een verleden bij de Graafschap. Ja, en ik ben toch wel benieuwd. Er wordt al dingen gespeculeerd over misschien wel de titel. Ook over de trainer, Dick Lukien, die natuurlijk prachtig werk levert. Ja. Misschien wel even goed om eventjes met hem bij te praten. Zeker, leuk. Alles wat heb je hem op Skype? Daar komt hij aan. Hé, hey, leuk. Ja, klopt. Ja. Het gaat sowieso wel lekker de laatste weken. En hij scoort nou. Ik ben beslissend, dus gaat hartstikke goed. Ja, en tegen jouw club, hoe voelt dat? Ik ben er al een tijdje weg. Dus voor mij had het niet echt iets speciaals meer eigenlijk, maar... Ja, het is wel een concurrent voor ons, dus ja, dat is altijd lekker. Ik vind wel dat jullie die moet je pakken. Ja, dan moet je ook nu gewoon uitspreken, Alexander, dat jullie nu gewoon de periodetitel gaan pakken ook. Want je bent al over de helft en foutloos. Ja, we hebben 5 gespeeld, 5 gewonnen, dus die moeten wij gewoon pakken, daar hebben jullie gelijk. En ja, het zou mooi zijn als we de groep, als dit jaar niet lukt, dat we het goed bij elkaar kunnen houden, dan zien we het dan wel. Maar ja, we gaan lekker nou, dus... We zien het wel. We hadden het net al even over je trainer, Dick Lukien. Ik hoorde nu ook weer van dat hij misschien in beeld zou zijn als trainer bij FC Groningen. Of in ieder geval dat ze daar eens nou zouden moeten kijken. Denk je dat hij dat aan zou kunnen? Ja, absoluut. Ik ben echt gecharmeerd van hem. Hij is echt een goede trainer. En hij is eerlijk naar iedereen toe. En we trainen hard. Dat is ook de manier om goede wedstrijden te spelen. En hij is nuchter en... Ja, dat past je wel. En, maar ja, hij heeft absoluut de kwaliteit om hoger op te gaan. Daar ben ik van overtuigd. Een wedstrijd tussen twee ploegen die bezig zijn met een revival. Mooi. Volendam en Dordrecht. Een revival? Een revival. Heb je dit achter je laptopje... Dit even fonetisch laten lopen. En had je nog andere woorden waar je aan twijfelde? Of een opmars? Bijvoorbeeld, maar dat vond ik te standaard. Of goed bezig zijn? Revival. In de flow zitten. Mooi, goed. Dank je. Revival. Maar in ieder geval Volendam en Dordrecht. Ja. En het werd uiteindelijk een makkelijke overwinning voor Volendam. Volendam is echt Jekyll and Hyde dit seizoen. Ja. Ik snap er helemaal niks van. Je hebt wedstrijden waarvan je denkt van, nou, dit is echt degradatiewaardig bijna. Ja. En je hebt een wedstrijd dat je denkt van, nou, je kan het iedereen moeilijk maken. Maar man van de wedstrijd was in mijn ogen toch wel Nick Dodeman. 4 assisten. Ja. Is dat een record in Nederland? Dat zal hij zelf wel weten, toch? Dat is waar. Laten we het eventjes aan hem vragen. Nee, bij mijzelf is het niet vaker voorgekomen, nee. Ik ben natuurlijk wel buitenspeler, dus ja, assisten hoort er natuurlijk wel bij. Maar 4 in een wedstrijd, dat is wel erg veel. Dat is me nog niet eerder gebeurd. Had jij dat tijdens de wedstrijd ook door, zeg maar? Ben je daar dan mee bezig als je er al 3 gegeven hebt van... Ik ga er nog eentje geven zo. Nou, eigenlijk bij die derde dacht ik al van, wat gebeurt hier? Ja. Ik was in 1 helft, het was na 30 minuten. Dus toen had ik al zoiets van, dat is een beetje raar. Gebeurt niet natuurlijk. Heeft maar er iemand toen, nog eentje daarna volgde er nog een. Heeft er iemand nog een kans om zeep geholpen trouwens, die jij gecreëerd hebt? Had het er meer kunnen zijn? Nee, volgens mij niet. Ja, ik had in de tweede helft nog een lage corner die Joey goed inschoot, maar de keeper pakte hem. Dus dat had misschien 5 kunnen zijn, maar... ik was tevreden met 4, hoor. Ja, en daardoor doen jullie het goed in de derde periode. Ja, maar we hebben wel slecht nieuws. Want we hebben Alexander Banning van Emmen net gesproken. Ja. En die zei dat zij die periode gewoon gaan winnen. Ja, dus de derde periode gaat om de Emmen. Dus eigenlijk moet je nu al richten op de 4e periode. Ja.
Ja, nou, dan gaan we dat toch doen. Dan gaan we kijk. We moeten gewoon de play-offs halen. Dat is het doel. Dat is het doel. Ja, ik wil nu graag eventjes naar een wedstrijdje van MVV. Ja. Tegen NSC. Wedstrijd van de week. Ja, eigenlijk wel. En wat mij opviel, de vele fouten bij NSC. Zeg maar, bij Eindhoven werden veel fouten gemaakt. Bij NSC konden ze er ook wat van. Ja, want die Jansen van NSC, want wat doet hij hier? Nou, hij neemt te veel tijd. Ja, hij denkt dat hij veel meer tijd heeft. Kijk, dat dit dan gebeurt. Dat is wel een lekker goaltje, hè? Zo. Dit is er wel eentje voor in de boeken. En ja. Hij is er blij mee en dat begrijp ik ook wel. Ja. Want zo vaak maak je ze niet op deze manier. Het is een fenomenaal doelpunt. En dan moet je inderdaad op het eerste deel concentreren dat Jansen die bal zo makkelijk verspeelt. Maar daarna dan toch vooral op... Het is ook knap. Want kijk, hij komt uiteindelijk tussen vier man. Eigenlijk is er nog niks aan de hand. Nee, dit is een balverlies uit duizenden, weet je. Dit gebeurt heel vaak. Alleen, ja, als het zo afgestraft wordt. En het was natuurlijk ook een kickstart voor MVV om over NEC heen te walsen. Ja. Weet je, dan zit het wel lekker. Maar ik vond dit een penalty. Jij vond het wat minder, geloof ik. Ja, ik vind het vooral weer dom. Ja. Dit is vooral weer iets waarvan ik denk van... waarom doe je dit nou? Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dan denk ik van... Het is geen buitenspel. Daar werd ook nog geclaimd. Maar ik bedoel, hoe... Ja, Hij kan niks. Hij speelt die bal zo ver voor zich uit dat ze hem gewoon kunnen pakken. Ja. Ja, en die penalty, als we het over overtuiging hebben... Ja. Nee, dit, ik hou hier wel van. Dit is wel, dan heb je wel vertrouwen, zeg maar. Fantastisch. Hoppa. Echt een goede penalty. Hou jij van penalties? Ik ben een groot liefhebber van penalties en hoe ze genomen worden. Ik ook, ja. Vorig jaar, ik ben dus ook keeper bij mijn gewone. En ik nam dus ook de penalties. Oh ja? Dus vijf, Hans-Jörg Boet? Rogerio Ceni. Ja. Maar 15 goals vorig jaar. Echt waar? Maar ik en hoe, ja? Ja, ik schiet altijd gewoon blind zo hard mogelijk. Ja, maar dat is ook niet leuk. Jawel, want dan gaat hij soms een keer onderkant lat. Soms moet de keeper duiken. Ja, en dan komen we weer terug bij die discussie die we hadden. Van, het is toch het leukst als het gewoon precies gaat zoals je wil dat het gaat. En niet dat je ogen dicht doet en rost en denkt... zo, die gingen lekker in via de lat. Heeft niks met kwaliteit te maken, Lars van Velsen. Een goal is absoluut een goal. Nou, een andere, de keeper van NEC... Ja. Die ging niet helemaal vrij uit, vond ik, bij deze goal van Schrooien. Want... sowieso raar dat hij is vrij dicht bij zijn benen waar hij staat. Het is veel logischer om hem weg te trappen dan steek je voet uit. Ja, want hij wil hem dus wegtikken, maar daardoor tikt hij hem eigenlijk in zijn eigen hok, zeg maar. Ik vind het... Ja, weet je, volgens mij heb je straks nog een herhaling van achter het doel. Ja, deze. En daar kan je zien, hij ziet hem wel de hele tijd. Ik dacht, misschien lopen er nog wat mensen voor of zo, maar... Ja, nee. Maar bij NEC gingen nog wel meer dingen fout. Want Mart Dijkstra, ja, ik weet niet wat hij hier aan doet. Dus misschien wordt hij wel gewoon verrast. Misschien wordt hij wel niet goed gecoacht. Hij werd geïnterviewd na de wedstrijd en hij was letterlijk sprakeloos op een gegeven moment. Hij was een beetje, bijna een beetje verward of zo. Ja, van, ik weet ook niet wat er mis ging. Maar dit is weer eigenlijk hetzelfde als wat er bij die eerste goal gebeurt. Dat je jezelf te veel tijd toedicht. Weet je? Dat je denkt van ja, maar dit los ik wel even op. Ja, en dan moet je bij een jongen als Okita natuurlijk niet doen. We hebben het er al over gehad, de mooiste goal... die was van Attila Yildirim dus. Ja. Vorige week Ron Elze. We hadden vorige week Steven Pereira. Die zegt Ron Elze heeft een paar mensen van de training weggestuurd. Mm-hmm. En daarna wonnen ze opeens van Cambuur. Ja. Zal dat nog steeds effect hebben, denk je nu? Nou, daar lijkt het nog wel steeds op scherp staan? Ja, daar lijkt het wel op. Nee, het is niet gebeurd. Maar iedereen staat op scherp, zoals je zegt. En kwaliteiten hebben we wel. Want de eerste paar wedstrijden hebben we dat ook laten zien. Maar toen ging het gewoon een beetje bergafwaarts. En nu hebben we de draad weer opgepakt. Ja, ik wou zeggen, want een prachtige overwinning. Ja, en het moment van de wedstrijd is natuurlijk jouw doelpunt. Ja, klopt. Dat hadden we enorm nodig. En met zo'n prachtige goal de opening maken, dat is natuurlijk heel lekker. Ga je dit nou vaker proberen, dit soort balletjes? Ja. Dat is goed. Want van de week had ik het ook al tegen mezelf erover. Van, hey, jongen, je schiet te weinig op doel. Want ik schiet meestal in de 16 of rond de 16 wil ik een bal op doel schieten. Maar ik had al tegen mezelf van, hey, je schiet veel te weinig bal op doel buiten de 16, et cetera. En op dat moment, het was zo mooi. Want drie, vier nekspelers waren mee. Dus ik kon geen kant op. Ik wou één op één pakken. Maar dat was een verloren zaak, leek het al... Dus ik dacht van ik zie de keeper ook een beetje te veel naar links van mijn gevoel. Dus rechts lag helemaal open. Ja, daar moet ik hem krijgen, dacht ik. Maar jij zei ook dat hartje, dat was voor iemand, toch? Voor de vader van klopt. Ja, dat was voor mijn oude jeugdtrainer. Eigenlijk is het geen eens een jeugdtrainer meer. Het is meer een familie geworden voor mij. Dus die stuurde mij een bericht van, mijn vader is overleden. En ik keek altijd jouw wedstrijd op vrijdag samen met mijn vader. Ja, ziek in zijn bed.
En ik doe alsof ik morgen weer de wedstrijd van jou samen met mijn vader ga bekijken. Ja. En dan stopt alles even om je heen. Ja. Draait je gewoon diep bij, weet je wel. Daarom, goed, ik maak dat hartje en roep ook zijn naam, dat hoor je ook. Ja, dat is mooi, man. Heb je goed gedaan, jongen. Heb je goed gedaan. Zeker. Ja, dankjewel. Top. Gaat niet zo lekker bij Eindhoven. Nee. Vier wedstrijden, 1 overwinning. Had ik toch iets meer van verwacht. Tegen Jong AZ. Kijk, hij wordt ook niet echt geholpen door zijn spelers. Augustin Loof, dat is dus die verdediger die bij PSV zat. Hey. Dit vind ik niet zo'n hele slimme overtreding. Nee. Ja, dat is gewoon te laat. Dit is het eerste, maar deze wedstrijd, het was sowieso niet echt zijn wedstrijd, maar deze overtreding, laat hem gewoon gaan. Ik bedoel, die kortstam komt er nog aan. De kans dat hij rechtstreeks naar het doel toe loopt is niet zo heel groot. Nou, deze penalty die schiet hij druif goed in. Dan de goal van Branko van der Bomen. De gelijkmaker, die zat er wel lekker in, hè? Gaat de keeper vrij uit, vind jij? Nou ja, ze zeggen dan, hè, dat is de hoek van de keeper, die moet hij hebben. Maar deze is dusdanig goed getrapt en die komt ook heel laat pas neer. Net onder de lat. Fantastische vrije trap. Ja, nou, credit where credit's due, zeggen ze dan. Zeker weten. Maar goed, zoals ik al zei, Augustin Loof, het was niet zijn wedstrijd. Nee. Want ook bij de 1-2 van Jong AZ gaat hij weer niet vrij uit. Want deze bal, hij denkt, doe maar gewoon dwars door het midden. Dat is al stom. Dan hier, dan stapt hij en dan is hij eigenlijk te laat. En dan is het zo 1-2. Ja, dan, dus wat ik zei, dan word je als trainer niet echt geholpen door je eigen spelers. Nee. Hier kan je niet tegenop trainen, denk ik. Nee, dat is waar. Eindhoven onwaardig natuurlijk. 15e plek momenteel. Ja. Maar goed, het was nog niet over. In de eerste helft nog Augustin Loof. Daar is hij weer. Want Ruud Swinkels is natuurlijk voor de Super League een goede keeper. Die blesseert dus Ruud Swinkels. Dusdanig dat hij zelfs op een brancard van het veld moet. Ja, nou goed, daar staat hij Nascimento. Ja, de moed zal hem dan wel in de schoenen zakken. Als je eigen speler zal je keeper geblesseerd maken. Dit was ook, soms kan je toch wel eens op pech gooien. Mm-hmm. Maar dit was gewoon slecht. Daar kan je als trainer niet zo veel van. Ja, het waren ook drie verschillende fouten, zeg maar. Een domme overtreding, dom balverlies en je keeper de wedstrijd uitlopen. Dus, Eindhoven verliest dus weer. Maar goed, mooie goal van Branko van der Bomen. Eindelijk weer eens. Misschien even tijd om het aan hem te vragen waarom het daar zo slecht gaat bij Eindhoven. Ik snap de verwachtingen wel. Ook vanuit de groep en vanuit mij waren de verwachtingen ook iets hoger dat waar we nu staan. Alleen, we hebben in de eerste 6 weken van de competitie speelden we eigenlijk goed voetbal en waren we vaak betere ploeg. En daarna hebben we 4-5 toch wel belangrijke jongens die zware blessures op hebben gelopen. Ja. Met 3 kruisbanden en 1 kraakbeenschade. Hey Branko, die vrije trap, hè? Wij vonden dat, ik vond hem meer mooi dan dat het een fout van de keeper was. Eens? Ja, het was niet echt de fout van de keeper, denk ik, want die bal ligt zo dichtbij dat hij ziet hem ook laat en hij kwam met volle snelheid echt boven in de hoek. Dus dat was, ik kende ook nog van Nederland zelf al een goede keeper, dus ik zei ook tegen hem van je kan er niks aan doen, jongen. Nee, maar het lijkt me wel fijn. Wat een goal van Branko, zeg! Hey Doriano! Wat een goal, man! Hey. Met de sfeer zit het wel goed, hè? Ja, met hem altijd druk te maken. Ja, het gaat dus niet zo goed bij Nascimento en bij Leinders niet. Nou, nee. Er zijn nog wat andere trainers in de Super League waarbij het niet zo heel erg lekker gaat. Nee, als ze er nog überhaupt werken. Precies, het grootste verhaal is natuurlijk Sunde Oliseh. Ja. Want dat is natuurlijk één grote toestand geweest. Vorige week heb ik er expres niet zoveel over gezegd, omdat je toch niet weet. Het ene moment hoor je dit, het andere moment hoor je dat. Dat is één grote soap, maar nu het hoge woord is eruit. Non-actief. Ja. En, klaar. Het is gewoon klaar. Maar dan komt Oliseh zelf weer met een tweetje. Ik werk niet mee aan de illegale activiteiten bij Fortuna. Ja, is soap is het goede woord ervoor. Is het modder gooien of is het, wat is het? Nou ja, het punt is dat niemand het nu nog weet. Maar ik las wel een artikeltje vandaag waarin stond dat hij een verzorger, dat hij daar echt mee gevochten. Of in ieder geval dat er echt fysiek iets gebeurd zou zijn. Nou, als dat zo is en als dat een beetje eenzijdig is geweest, dan hadden ze hem vorig seizoen al moeten ontslaan. Ja. Ik krijg het gevoel dat Sunde Oliseh een beetje twee gezichten heeft. En dat wij op tv vaak het vrolijke gezicht hebben gezien. Dat geloof ik ook wel, De nette Oliseh en dan... Anders ontsla je zo'n succestrainer ook niet zomaar. Andere trainer. Of nou ja, eigenlijk twee trainers. Een wedstrijd tussen twee trainers. RKC tegen Cambuur. Ja, dat was de slechtste Super League wedstrijd van het decennium. Maar dat is... Ja, ik vind dat een 0-0 wedstrijd is al een unicum in de Super League. Mm-hmm. Dat komt al zelden voor. Nou ja, dat vind ik wel opvallend. Hans de Koning, je denkt natuurlijk, dat is helemaal een man van het schok-effect. Ja. Die is toen nog gepromoveerd met Go Ahead. Ja.
Hans de Koning gun ik beter dan wat hij nu heeft. Ja. René Haken, prima. Maar ik snap niet, wil Sipke Hulshoff zelf nou niet blijven zitten? Die wil dat is niet. Het. Oké, okay, nee, dan zijn dus we klaar. Elke keer, dan, maar goed, dat was natuurlijk dit seizoen ook. Mm-hmm. Dijkhuizen wordt eruit gegooid. Ja. Hij wordt daar neergezet. Maar het duurt zo lang om een nieuwe trainer te vinden. Ja. Dat je gevoelsmatig denkt dat hij hoofdtrainer is. Terwijl hij nog steeds interim is. Ja. Ik bedoel. Nee, maar het is wel opvallend dat het twee keer onder het Sipke Hulshoff effect dat ja, maar precies. En dat is twee ook keer het, is dat is ook het rare. Je zou dan denken van blijf dan gewoon een keer staan. Ja. Dan de laatste, Jan van Sta. Nog een effect. Die gun je ook alles, die man, met Jan van Sta is een hartstikke lieve man, ja, denk ik. Tenminste, heel en een hele ervaren voetbaltrainer. Ja, daarom. En ja. Maar hij krijgt het gewoon niet aan de gang bij Go Ahead. Nee, het is nou weer van. Het is geen schande om van Almere te verliezen. Nee. En Go Ahead, ja, sorry dat ik het zeg, heeft gewoon geen geweldige selectie. Nee. Dat vind ik wel een fantastische club trouwens. Ja, ik ook. Maar een 17e plek. Ja. Dat, ik vind dat best wel erg eigenlijk. Dat is heel erg. Als je ziet waar ze vandaan komen. Als je ziet wat voor potentie ze hebben. Waarom? De mooiste stadion van misschien wel van heel Nederland, vind ik dat. De grote fanscharen in een stad ook die voetbalmaf is. Waar mensen volgens mij graag willen komen spelen. 17e plek. Werkt. Ja, zonde. Komt echt het nog zonde. Goed? Nou, dit seizoen niet. Nee. Hij heeft vierde periode, kan je nog op. Ja, maar ja, daar gaat iedereen. Dus. Ja, dat is waar. Iedereen wil die winnen. Dus nee, dat gaat niet lukken, helaas. Ja. Ja, dan kijken we even naar de uitslagen van de afgelopen speelronde. Wat valt jou op? Die 4-1 van MVV tegen NEC. Ja, uiteraard. Dat is ook natuurlijk weer een bijzonder iets. Een dikke overwinning. Ja. Daarnaast, het is natuurlijk dat er geen degradatie is dit seizoen. De Helmond Sport Jong Utrecht wedstrijd 2-0. Ja. Dat is eigenlijk speelt Helmond zich veilig, ondanks dat er geen degradatie is. Maar het 6-punten-duel weten ze te winnen. Dus dat is ook wel lekker voor ze. Kunnen we meteen de stand hier achteraan zien? Ja, we doen de stand er meteen achteraan. Dat is in de periode, maar dat is natuurlijk ook wel interessant. Ja. Want dat hebben we met Alexander Banning besproken. Als je het zo ziet, 3 punten voorsprong op Volendam. Met nog 4 wedstrijden te gaan. In de flow waar ze nu in zitten, moeten zij die periode nu gewoon gaan pakken. Ja. Ja. Ja, ik denk dat zijn ze ook nu wel verplicht eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel gek, hè? Dat je dus van tevoren Emmen een plaats in het linker rijtje toedicht. Mm-hmm. En misschien een play-off plek. En nu eigenlijk, weet je wel, dan sta je eerst in de periode. Mm-hmm. En vierde op de ranglijst. Ja. Nu is eigenlijk, als ze niet de periode pakken. Zo snel gaat het. Ja, maar dan is het een teleurstelling het seizoen. Dat is heel bijzonder. Ja. Nou ja, we kijken even naar de stand. Jong Ajax natuurlijk feliciteren met de eerste plek. Het is het toch een beetje de vloek van de koploper, zeg maar. Dat ze dan choken op zo. Of wat, ja, maar wat je, hoezo het? Zou je gaan choken na 25 speelrondes? Ja, het is Fortuna stond bovenaan, die verliezen alles. NEC stond bovenaan, die verliezen alles. Ja, en Jong Ajax blijft gewoon winnen. Ja, Jong Ajax, weet je, die zijn het meest steady nu van deze ploegen. Op Emmen na natuurlijk. Ja. Maar die hebben zich nu nog niet echt in de strijd gemengd. Nee. Het is gewoon onkunde. Ja, het is gewoon echt onkunde dat niemand op de eerste plek kan blijven. Het lijkt wel alsof ze het niet willen. Ja, nou ja. Maar in het wielrennen werkt het zo. Ja, maar bij het voetballen volgens mij niet. Nee, klopt. Je moet zorgen dat je op één puntje erachter blijft hangen en dat je dan op het laatst eroverheen gaat. Ja. Maar ja, ik vind dat Eindhoven niet aan zijn stand verplicht is om ergens mooi in het linker rijtje te staan. Maar ploegen als Cambuur, MVV, Volendam en RKC eigenlijk allemaal wel. Maar de andere kant van de medaille is natuurlijk dat dit ook komt, dat al die ploegen daar staan, omdat Fortuna, Emmen, Telstar, Almere City en FC Os, om er maar eens een paar uit te pakken, het allemaal gewoon hartstikke goed doen dit seizoen. Dat is zo. Dus weet je, waar er verrassingen komen, dan moeten de anderen gewoon plaatsmaken. Dan de topscorers. Mart Lieder scoort niet. Vind ik knap. Ik vind wel, ondanks het feit dat hij niet scoort. En vorige week, het gaat ietsje stroever de laatste weken. Mm-hmm. Maar het blijft wel heel erg knap. We hebben het net even over FC Eindhoven gehad. Dat iemand die voor FC Eindhoven speelt, vastgeroest in het rechte rijtje, er wel gewoon 20 in heeft liggen. Ja, dan tijd voor een totootje. Ja, leuk. Vind ik leuk. Ja, zeker. Ja, want laten we beginnen. MVV, Almere City. MVV heeft met 4-1 van de NEC gewonnen. Ja, en Almere met 2-0 van Go Ahead. Ja, dus, dat onderstreept mijn aanstaande voorspelling alleen maar meer. En 1. Ja. Okay. Ja, ik doe een tweetje. Almere. Oké, okay. Waarom doe je dat nou? Omdat je iets anders wil doen dan ik? Ja, is dat het? Ja, we gaan het niet hetzelfde doen. Ja, maar dat is heel slecht, want ik doe de goeie. Ja. Eindhoven Dordrecht. Een 3? Een X. Een X? Een X, ja. Een X. Ik gok nooit. Een X. Ik zet hem op Eindhoven. Ja, dat is echt helemaal jouw eigen keuze. Ja, nee, dat weet ik. Ja. FC Eindhoven, die pakken die. Dus ik ga voor 2-1. Telstar Volendam. Ja, waag het. Wow, dat vind ik wel een moeilijke. Ja, dat vind ik ook dat vind ik echt een moeilijke. Zeg maar 4 weken, of laten we zeggen
10 weken geleden zou ik volmondig Telstar zeggen. Ja, ik ook. Ja. Maar nu denk ik Volendam. Er wordt toch weer wat beter. Kees Kwakman weer terug. Vind ik niks. Nee, die kent er ook niks van. Vind ik niks. Dat is de meest overschatte voetballer die ik ken. Ja? En als analist, super. Ja. Maar nee, voetballer, nee, Kees. Alles uit zijn carrière. Meer dan alles. Meer dan alles. Telstar Volendam. Omdat ik het zo moeilijk vind, maar omdat Volendam nog vol... Ja, in die periode Volendam zit kan niet. Ja, maar Telstar die zit op 9 punten, zeg maar. Ja. Maar Telstar die gaat via de ranglijst wel die play-offs halen. Ja, daarom zeg ik een 2. Volendam winst? Volendam winst, ja. Doe ik een gelijkspel? Ja, maar we hoeven, geen deeltjes te sluiten hier, hè? Ja, nee, als jij dat vindt, dan moet je dat doen, Lars. Nee, gelijkspel. Oké. Dit was het Jupiler League weekoverzicht. Wietse, bedankt. We gaan. Ja, bedankt. Vond het leuk hier een keer mogen zijn. Bedankt voor je komst ook naar de studio. Ja, jij ook. We gaan vrijdag eventjes kijken natuurlijk bij jou, 's avonds. Is dat zo? Ja, je doet het toch altijd vrijdag. Ja. Ja. Oh, dat bedoel je. Ik dacht dat je echt fysiek kwam kijken bij mij. Dat mag wel een keer. Ja, ik kom wel een keertje bij jou in de studio. Ja, we gaan een duo-presentatie. Gewoon zoals nu, maar dan gewoon even bij Veronica. Ja, kan ik voorleggen aan John de Mol. Nou goed, laat John me maar bellen. Ja, dat is goed. Over die niveau te eerst zijn. Ja, precies. Volgende week dinsdag ben ik natuurlijk weer met een nieuw Jupiler League weekoverzicht. Vond je het leuk? Laat zeker een blauw duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal van FC Afkikken? Wat je natuurlijk al lang al bent. Maar goed, ben je dat dan niet? Doe dat natuurlijk ook. Vrijdag kun je weer kijken naar een nieuwe vrijdagmiddagborrel. Zondag een nieuwe FC Afkikken live. Ja, en volgende week dinsdag dus een nieuw JLWO om jullie helemaal bij te praten over de mooiste competitie van Europa. Graag tot dan.